Het is Bassie en Adriaan. We moeten stoppen. En waarom moeten we stoppen? Omdat het verkeerslicht op rood staat. En waarom moet je stoppen op een rood verkeerslicht? Ja, nogal wie is. Als je door een rood verkeerslicht heen rijdt, komt de politie. Bekeuring! Ja, maar wacht even. Die verkeerslichten staan er niet alleen om bekeuringen uit te delen. Die staan er ook voor onze veiligheid. Nou, dat begrijp ik wel, maar dat snap ik niet. Nou, eens even proberen uit te leggen. Kijk, als ons verkeerslicht op rood staat, ja, staat het andere verkeerslicht op groen. Oh, dus die mogen doorrijden? Ja, die mogen doorrijden. Maar die weten dan ook dat ons verkeerslicht op rood staat en wij moeten stoppen. Dus ze rijden door zonder links of rechts te kijken. Dus als je door een rood verkeerslicht heen rijdt, maak je bijna altijd kans op een ongeluk. Maak je bijna altijd kans op een ongeluk. Woehoe. En toch zijn er wel eens kinderen die rijden door een rood stoplicht en die denken dat ze stoer zijn. Rijden die door een rood verkeerslicht? Ja. Zal ik je wel vertellen? Ja. Die zijn helemaal niet stoer. Die zijn geen eens dom. Wat zijn ze dan? Van tante Lotje getikt. En dat weet u zelfs, een domme clown. Maar Bassie, ons licht is groen, wij mogen weer rijden. Kom op! Gaat-ie. Hey, hey.